Hallo, ik ben Frank van Weer en ik toon je in deze screencast hoe je een community aanmaakt op Toledo. Je moet daar uiteraard lector voor zijn. Je klikt dan op het tabblad admin en als lector zie je hier docentenmodule staan. Daar klik je op communities. In het nieuwe venster dat open gaat klik je nieuwe community. De titel van mijn nieuwe computer is community is Dartfish. Het is een community, dus geen cursus voor Dartfish gebruikers. En die community die moet straks voor docenten openstaan in heel de associatie. Maar voorlopig geef ik die aan als categorie K-level. Het type kan je kiezen tussen jaarlijks of jaarloos. Dat betekent gewoon dat die jaarlijks ofwel afgeschaft wordt en opnieuw aangemaakt, of dat die blijft doorlopen. Wij kiezen hier voor jaarloos en we klikken verzenden. De community is succesvol aangemaakt en je zal zien dat die community hier nu tussen de lijst staat, Dartfish. Ik ga nu de eigenschappen van die community wijzigen. Ik laat de eerste zaken staan, maar de manuele inschrijvingen die wijzig ik en die ga ik voor docenten van de associatie openzetten. Let op, als je hier instelling kiest, is dat binnen je eigen school. Associatie betekent boven je hogeschool heen. Studenten laat ik gesloten staan. Het is niet de bedoeling dat hier studenten kunnen inschrijven. Ik klik verzenden en de community is met succes aangemaakt. Ik klik OK. Mocht je in groep opleidingen willen toevoegen, dan kan dat hier. Opleiding toevoegen. Let er wel een klein beetje mee op, want in de maand september bijvoorbeeld, ik ga even laten zien hoe dit werkt, kan je wel lerarenopleiding en zeggen van oké, iedereen die bachelor in het onderwijs, kleuteronderwijs is bijvoorbeeld, moet daarin zitten. Dit werkt wel. Wat niet werkt, is in september zeggen dat je daar even terug naar mijn community gaat. Studentengroepen aan toevoegt of opties kijk. KH Leuven en dan lager gaan dan opleiding bachelor lager onderwijs. Je zou kunnen zeggen alleen DIST bijvoorbeeld. Dat werkt niet. Of bijvoorbeeld secundair onderwijs. En we gaan alle mensen van algemene vakken erin zitten. Dat werkt in september zeker niet, omdat EPSA dan pas in half oktober de gegevens doorstuurt. Als ik nu naar MyToledo ga, staat vanaf nu de community Dartfish nog niet beschikbaar, weliswaar, hier bij mijn communities. Veel plezier daarmee.